Een icoon is tot leven gewekt in deze video van Philips en PSV. Ter ere van hun 110-jarige samenwerking werd Frits Philips met kunstmatige intelligentie weer in de spotlight gezet. De video is gemaakt door het Eindhovense bedrijf Blikvanger en er kwam nog best wat bij kijken. Ja, gewoon normaal gezegd. De computer gaat daar allemaal tracking points op zetten. Dan hebben we dit interview gebruikt, daar een paar elementen uit gebruikt waar we het echt gezicht heel goed zien. Je ziet hier de grote lach van hem. Die krijg je hier heel mooi met, dan ga je gewoon het gezicht weer herkennen. Door het gebruik van oude interviews met de Eindhovense icoon en deepfakes is Frits Philips zo realistisch mogelijk nagemaakt. Het is meer dan alleen die deepfake. Die acteur die moet kunnen lopen als Frits Philips, die moet kunnen... Die zijn ook praten als Frits Philips, die moeten kleine bewegingen kunnen maken als Frits Philips. En als laatste stap ga je dan dat gezicht vervangen. In de video stapt Philips letterlijk van zijn voetstuk. Ik heb lang genoeg stilgestaan. Om een wandelingetje door Eindhoven te maken. Hij verwondert zich over hoe de stad erbij staat. En hier zie je eigenlijk deze houding, die zie je dan weer eigenlijk terugkomen. Maar er komt meer bij kijken dan alleen een gezicht plakken op een acteur. Ook de stem van Philips is teruggebracht. Benieuwd of ze hier wel een beetje vooruit zijn gegaan. Een stemacteur sprak de tekst in en om die helemaal perfect te krijgen werden oude interviews als voorbeeld genomen. Maar het zijn vooral de typische gebaren en de manier van doen die hem echt terugbrengen. Hoort van die kleine dingen aan dat hij vaak zo met zijn hand deed. Ik vind dat zelf dan als filmmaker heel tof om dat dan ook mee te nemen in die video. Dat zijn 9 van de 10 mensen zien het niet, maar vooral zijn familie, die gaat dat dan wel kunnen herkennen. Dat vind ik een heel mooi element. Zij doet dat hier. Nu weet ik wat een van de kleinzonen echt als reactie ook had gegeven van... Ja, ik zie echt gewoon, ik kon die film echt kijken en zien en mijn opa zien. En dat was natuurlijk bijna het grootste compliment.